We kunnen in ons land perfect zonder kerncentrales. Door meer stroom uit het buitenland te kopen of meer windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Maar hoe groot is de kans dat we dan soms zonder stroom vallen? Zal dit ons veel meer kosten? En zorgt dit voor extra CO2-uitstoot? Kunnen we in België zonder kernenergie? Wat zegt de wetenschap? Kerncentrales kunnen, in theorie, voor de helft van onze elektriciteit zorgen. De andere helft komt van zonnepanelen, windmolens, gascentrales, waterkrachtcentrales en import. Maar in de praktijk leveren de Belgische kerncentrales zelden de helft van onze stroom. De laatste jaren waren er vaak problemen. Denk maar aan de scheurtjes in de reactor. Onze kerncentrales zijn minstens 35 jaar oud en stilaan versleten, waardoor de betrouwbaarheid afneemt. In de zomer van 2012 kwam Electrabel met onrustwekkend nieuws. In de stalen wand van het kernreactorvat van Doel 3 waren duizenden onzuiverheden, zogenaamde scheurtjes, gevonden. En ook Tihange 2 bleek aangetast. Als er geen problemen zijn, levert de kernreactor van Doel 4 8 terawattuur per jaar. Alle zonnepanelen die nu in ons land staan, leveren 4 terawattuur per jaar op. De helft dus. Maar dat betekent niet dat we kunnen zeggen: we hebben nog eens dubbel zoveel zonnepanelen nodig en dan kunnen we zonder kerncentrales. Als we alle kerncentrales willen sluiten in 2025, hebben we een combinatie van verschillende technologieën nodig. 2 keer zoveel zonne-energie als nu, met bijvoorbeeld elk jaar 80 nieuwe windmolens op land. Op zee moeten er op 5 jaar tijd 200 reusachtige windturbines gebouwd worden en daarbovenop nog een 4-tal grote gascentrales. Daar wordt voornamelijk aardgas omgezet in elektriciteit. Met deze combinatie kunnen we alle kernenergie vervangen. Gascentrales? Is dat een goed idee? Want die stoten toch CO2 uit? Ja, dat klopt. Maar als het windstil is en er is geen zon, dan komen we er niet met enkel zonnepanelen en windmolens, want die leveren dan geen elektriciteit. Batterijen zijn dan een deel van de oplossing. In een thuisbatterij of zelfs een wijkbatterij kan je bijvoorbeeld voor een beperkte tijd elektrische energie opslaan. Maar het zijn vooral de elektrische voertuigen die voor bijkomende stockage zullen zorgen. Op lange termijn, en dan spreek ik echt over 25 jaar, zullen er synthetische brandstoffen gebruikt worden om tekorten op te vangen. Dit is iets te ingewikkeld om hier uit te leggen, maar het zijn brandstoffen die gefabriceerd worden uit hernieuwbare energie. Maar ik stel het hier nu wat kort door de bocht. Eigenlijk kan ik niet exact vertellen hoeveel zonnepanelen of windmolens er in België moeten bijkomen als we de kerncentrales sluiten. Want elektriciteit bekijken we niet land per land, maar Europees. We halen nu ook al elektriciteit uit het buitenland en gaan dat ook in de toekomst blijven doen. Soms voeren we stroom in, soms voeren we stroom uit. Maar toch niet alle Europese landen kunnen elektriciteit uit het buitenland gaan halen? Nee, natuurlijk niet. Daarom zijn op korte termijn die gascentrales nodig. Die gascentrales zijn heel makkelijk om aan en uit te zetten. Dus op een bewolkte en windstille dag kunnen die gewoon aangezet worden en op die dag extra stroom maken. Kerncentrales zijn trouwens niet makkelijk of snel aan en uit te zetten. En als we nu een zonnige en winderige dag hebben, is er soms te veel elektriciteit en moeten we de windmolens stilleggen. Maar gaat onze CO2-uitstoot dan niet gigantisch stijgen als we met aardgas elektriciteit maken? Wel, ideaal is het nog niet. Want we willen af van die fossiele brandstoffen. Maar het is momenteel wel de beste oplossing. Net omdat die gascentrales zo gemakkelijk aan en uit te zetten zijn. Bovendien, CO2-uitstoot wordt Europees geregeld. En die gascentrale kan hier enkel gebouwd worden als de vervuilende centrale elders in Europa sluit. Dus de totale CO2-uitstoot in Europa zal niet stijgen. Die gascentrales moeten trouwens innovatief zijn, zodat ze op termijn ook kunnen gebruikt worden voor hernieuwbaar gas, bijvoorbeeld biogas of waterstof. En is het sluiten van de kerncentrales betaalbaar? Dat zijn toch enorme investeringen? We moeten gascentrales bouwen en extra windmolens en zonnepanelen plaatsen. Maar de kernreactoren die we hebben, die zijn oud en zouden sowieso vervangen of vernieuwd moeten worden. Wat ook heel veel geld kost. We hebben berekend dat de sluiting van kerncentrales 3-5 euro per persoon per jaar zal kosten. Dus we kunnen zonder kernenergie in 2025. Het licht gaat niet uit.
De CO2-uitstoot in Europa gaat niet stijgen en het zal betaalbaar zijn. Maar het is wel nodig om een versnelling hoger te schakelen. Want 2025 is niet het eindpunt. Elektriciteit is één energiebron, naast bijvoorbeeld aardolie voor auto's of aardgas voor verwarming. Elektriciteit vormt nu maar 20% van onze totale energievoorziening. Kernenergie telde voor maximaal de helft van de elektriciteit, dus is maar 10% van onze energie. De kernuitstap is dus een beetje een discussie in de marge. Elektriciteit is een energievorm die we relatief makkelijk kunnen vergroenen. Bijvoorbeeld een huis kan je elektrisch hernieuwbaar verwarmen door een warmtepomp en zonnepanelen. Maar dat kan niet met aardgas. Dus waar we naartoe willen is meer elektriciteit en steeds minder fossiele en CO2-uitstotende brandstoffen. Decarboniseren dus. Wat dat betekent en hoe we dat kunnen doen, vertel ik je graag in de Universiteit van Vlaanderen podcast over energie. Dat zegt de wetenschap. Trouwens, wil jij even energie steken in het liken van deze video en het volgen van dit kanaal?